Nog 3 weken en dan begint de competitie voor NEC. Thuiswedstrijd tegen FC Twente. Er werd zaterdag weer geoefend tegen het Duitse Bond. Het werd 4-0. 1 keer Bart Verrooy, 2 keer Marquez en een hele mooie van Ibrahim Sissoko. Ja, de trainer moet tevreden zijn. Ja, het resultaat is op zich prima, denk ik. En, ja, het zegt nooit zoveel hè, als je een goede voorbereiding of een slechte voorbereiding hebt. Uiteindelijk gaat het om de competitie. Maar we werken goed met elkaar en we zijn fitter geworden afgelopen week. Dit was niet de allerleukste wedstrijd, ook niet de allerleukste tegenstander, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk dat we het goed gedaan hebben. Ja, en toch zo'n oefenwedstrijdje. Het ging er af en toe toch nog wel eens even hard aan toe. Ja, kijk, je weet wel dat het tegen Duitsers altijd wel wat scherper is dan normaal. Alleen, ja, er waren een paar dingen die ik vond dat misschien niet helemaal door de beugel kon. Maar uiteindelijk hebben we dat ook als team goed opgelost. Ja, en hoe zit het dan met die spelers die er allemaal nog moeten komen? Goed, we zagen Goed hier staan. Misschien blijft hij wel. Misschien gaat hij volgende week wel meetrainen. We weten het niet. We wachten af. De trainer wilde er nog niet veel over zeggen. Hij wilde wel wat zeggen over Duland, want die blijft nog wel een jaartje. Ja, gelukkig wel. Daar zijn we heel blij mee. Zeker op het eind vorig jaar heeft hij het heel goed gedaan. Was ook goed begonnen, een tijdje wat minder geweest. Maar hij heeft zelf ook het gevoel dat hij op zijn plek is hier en dat is heel prettig. Ja, en Ivan Marquez die deed iets bijzonders eigenlijk, vond ik wel. Want hij maakte nu al bekend dat hij heel graag ook het volgend seizoen en misschien wel het volgend seizoen bij NEC wil blijven. Kortom, hij wil zijn contracten verlengen. Ja, waarom eigenlijk nu al? Why not? If I'm happy in one place, I don't need to change. Nou, dat is duidelijk. Ted kan dus het contract gaan opstellen. En dan Kelvin Verdonk. Die kwam transfervrij over en die heeft een 2-jaar contract getekend. Is hij blij om in Nijmegen te blijven? De mensen, de club, de mensen binnen de club, de spelers natuurlijk. We zijn bezig met het proces om een vaste middenmotor te worden, denk ik. En ja, ik denk dat dat wel een belangrijke ding is eigenlijk. Ja, want ik kan me best voorstellen dat je dan met de trainer even gaat zitten. Oké, wat ben je dan van plan met mij? Tuurlijk, in het begin twijfelde ik een beetje, omdat na vorig seizoen natuurlijk niet super veel gespeeld. Of, ja, ik heb wel mijn minuten gemaakt, maar niet wat ik had gehoopt, zeg maar. En daarom twijfelde ik een beetje over NEC. Alleen, ja, gewoon een goed gesprek met de trainer gehad en dat gaf denk ik wel de doorslag om hier nu te zijn. En dan was er deze week nog het nieuws, ja, de nieuwe shirtjes. Het zorgt altijd voor discussies. Je hebt voorstanders, tegenstanders, wel mooi, niet mooi. We hebben het even gevraagd. Wat vinden we van de nieuwe shirtjes? Heel mooi, ja. Oh, heel mooi. Ja. En wat vind je het mooier, het uit- of het thuisshirt? Thuis. Ja, wel mooi. Ik vond het thuisshirt mooier. Ik vind het mooi, ja. En dan ga je voor het uit- of het thuis nu? Nou, ja, ik vind het thuis nu is gewoon prima. Maar ik vind het uit- nu mooi. Ja, dat was hem dan weer, de update voor deze week. Volgende week natuurlijk ook wel weer een update, ondanks dat het misschien allemaal over de Vierdaagse gaat. Maar hou onze site in de gaten, rn7.nl.